We gaan naar Rio de Janeiro in Brazilië. In deze stad zijn de scholen al bijna een jaar dicht. Om te zorgen dat de 600.000 thuiszittende kinderen toch nog een beetje bij de les blijven, bedacht de Braziliaanse regering een lumineus plan. Online lessen. Supermodern, maar een onzinnig idee voor de favela's. Hier zijn computers schaars en heeft maar een enkeling wifi. En de stroom wil ook nog wel eens uitvallen. Onderwijs zal op deze plek toch echt offline moeten gebeuren. Dit is Janice. Ze is geen officiële juf en heeft in de ochtend gewoon een kantoorbaan. Maar ze kon het niet aanzien, al die buurtkinderen die buiten de boot vielen. En dus besloot ze in actie te komen en deelt ze kopietjes uit met huiswerkopdrachten. Om de kinderen extra te motiveren, krijgen ze er een lunchpakket bij. Vandaag gaat Janice de kopietjes en de biscuitjes uitdelen. Dat doet ze in een gymzaaltje om de hoek. Want de scholen mogen ook voor een initiatief als dit niet opengaan. Maar Janice lijkt wel te gedijen bij een beetje improviseren. E aí, malandragem? Só refrescando, né? Só refrescando. Traz direitinho, que esse boné é pra vida toda. Cuidado pro guaravita não estourar, hein? Uma fila aqui só. Ó, peraí. Aqui só as meninas. Uma fila aqui só as meninas. Aí, devagar, gente. Chega, vai dar pra todo mundo. Não precisa. Chega pra trás, não precisa encostar. Vai. Tem criança que já pega o lanchinho e já vai para casa comendo. Mas assim, tem dado resultado, ele sabe muito bem que para receber a próxima atividade tem que estar com a atividade pronta. Als de coronacrisis voorbij is, kan Janice misschien een carrière in het onderwijs overwegen. Ze lijkt als vrijwillige zijinstromer nu al helemaal op haar plek. Maar bebezinha, até que você não mudou muito não. Continua com essa escolinha maravilhosa. Não esquece, eu quero uma redação bem bonita, porque você capricha. Caio, para você fazer um desenho, tá bom? Você vai fazer um desenho? Você gosta de desenhar? Então você vai fazer um desenho. Primeiro é o Caio que vai fazer. É o Caio. Qual o seu maior desejo para essas crianças? Desejo é que eles cresçam, que eles entendam da importância deles, que eles entendam o quanto eles são importantes. A gente tem o poder de mudar mesmo, a gente tem o poder diariamente de mudar a nossa história. Através disso, do estudo, do conhecimento, é que ele transforma. É isso, a gente tem o poder de transformar a nossa vida. Estão entendendo? Então assim, ó, um beijo e vão com Deus, vão. Vão, um beijo, tchau.